Ja, en aan de vraagzijde, daar hebben we ook al vaker op gewezen. Wij blijven erop wijzen dat het nodig is om de leenruimte systematiek te herzien. De leennormen, zowel LTV als LTI, blijven in internationaal perspectief ruim. En bovendien zorgt de manier waarop de loan-to-income limiet wordt berekend voor grotere conjuncturele prijsschommelingen, als ik een voorbeeld mag geven. De voor 2020 voorziene lastenverlichting, die vergroot de leenruimte van sommige huishoudens met meer dan 10%. En dat gebeurt dus op het moment dat er dus een tekortschietend aanbod is, waardoor deze extra leenruimte eigenlijk zich één op één zal gaan vertalen in hogere huizenprijzen. En ja, zolang die aanbodbeperkingen zijn, zal er echt geen vierkante meter extra woongenot bijkomen. Goed, tot slot dan ook nog even een waarschuwend woord. Door die sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren en door de hoge waarderingen op de Nederlandse woningmarkt is het risico op een nieuwe huizenmarktcorrectie weliswaar sluimerend, maar wel degelijk de afgelopen jaren toegenomen. En zo'n hernieuwde correctie zou natuurlijk gevolgen kunnen hebben opnieuw ook voor de Nederlandse economie en daarmee ook voor het Nederlandse bankwezen. Goed, hiermee wil ik graag mijn inleiding afsluiten.